Lokeren, 8:30 vanmorgen. Uwo Moussa Mazou geniet nog na van zijn 2 goals van vorige zaterdag. Met die goals bezorgde hij Lokeren de stuntoverwinning tegen Anderlecht en zichzelf de eerste plaats in de topschutterstand. Wouter de Smet was vandaag op Daknam en bleef in het spoor van de 20-jaar jonge aanvaller uit Niger. Afrikaanse muziek in de kleedkamer van Lokeren, waar Uwo Mazou de dag begint met een massage. Om te bekomen van zijn match en om te bekomen van de match van die andere topschutter, Dieu merci Mbokani. Mazou volgde gisteravond op internet hoe Mbokani ook op 8 goals kwam. Parce que Mbokani a fait un grand match contre Germinal aussi. Hein. Ouais. Et puis il y avait un journaliste aussi qui m'envoyait des messages dès que Mbokani marquait. Qu'est-ce que tu en pensais? C'est dommage. Je pensais que j'allais porter le maillot, mais c'est dommage. Mais prochainement, je vais le porter, inshallah. Daarna trekt iedereen naar het spelershome. Sommigen spelen biljart of kaarten, anderen lezen de krant. Mazou heeft andere vakliteratuur. Ik ben aan het regarder l'autre, là. Les vacances des stars. Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo, Eva Longoria, tout. Hier. Mooi, hè? Zelf is Mazou sinds zaterdag ook een ster. Zeker thuis in Niger, waar zijn familie zijn prestaties volgt. Je peux les aider financièrement et puis ça va quoi. Ils sont contents, je suis content. Mais ça reste aussi, hein, j'ai beaucoup à apprendre. Ouais. C'est maintenant ça commence. On doit garder les pieds sur terre. Mazou, een dikke dik binnen. Ja. Mazou weer, het is 0-2. La vedette ici c'est l'équipe, hein. On n'a pas besoin de dire que Mazou c'est la vedette ou Copa c'est la vedette ou c'est Olivier Dol qui est la vedette. C'est un ensemble, on est une famille ici, on se bat, on essaie de donner tout ce qu'on peut donner pour l'équipe parce que le plus important, la vedette ici c'est l'équipe. Positief is dat wij een jongen hebben die echt de goesting heeft en die hongerigheid blijft hebben. En hoe lang houdt hij dit vol, hoe lang kunnen we hem hier houden, dat zijn andere vragen. En ik denk, dat hij best nog een tijdje bij ons blijft voor zijn vorming. Vandaag houdt Mazou het na de opwarming voor bekeken en trekt hij opnieuw naar de massagetafel. Hij heeft krampen in zijn linkerdij. Met zijn linkerbeen heeft hij nogthans geen enkele van zijn 8 goals gemaakt. De jeune là qu'on a joué l'année passée avec la réserve, me disait mais pourquoi j'ai pas mis le pied gauche? Il a dit j'avais eu peur de rater. Donc ça j'ai pas osé mettre mon pied gauche. Aan die linker moet hij dus nog werken, zeker omdat hij droomt van de absolute top. Mijn rêve is de jouw Arsenal, Angleterre. Dat is mijn rêve. Ah, parce que tout petit, je rêvais de jouer dans ce club. En puis j'ai eu l'occasion de croiser Adebayor, j'ai dit, bon, c'est possible. Souvent, le talent seul ne suffit pas, il faut avoir beaucoup de chance. Tu peux être le premier joueur de Niger à Angleterre. Peut-être, on ne sait jamais. C'est Dieu qui décide.